is... Wat je, precies wat je zegt, je zit echt in het hoofd van de jongen. En ik kan me best voorstellen, als je dit voor het eerst ziet... dat die hoofdpersoon die praat een beetje raar en het is best wel heftig en zo. Maar je bent binnen no time ben je mee alsof het meer een film is, zeg maar. Dus bij theater, en ik hou heel erg van theater... maar dan kan je soms wel een beetje meer beschouwend ernaar kijken. Maar dit is meer als een film die je gewoon niet loslaat. En waarom ik het een van de meest bijzondere voorstellingen ooit vind... is omdat echt alles bij elkaar komt. Het verhaal is gewoon heel goed. Die jongen is heel interessant, heel boeiend. Hij is een beetje weird. Hij is autist, toch? Ja, het wordt nooit bewust genoemd in het boek. Maar hij heeft daar wel allerlei trekjes van, zeg maar. Dus hij raakt stel overprikkeld. En hij houdt heel erg die rust uit getalletjes en uit regelmaat en dat soort dingen. Maar het grappige is dus, de teksten en de dingen die hij zegt... zijn heel zakelijk, heel feitelijk. Maar door een soort weirde combinatie van een gek decor... en wat er allemaal gebeurt, voel je wat hij voelt. Dus je hoort, zeg maar... Gewoon best wel normaal. Nou, ik bedoel, de titel van een boek alleen al. Hij vindt dus een hond die hij heel erg leuk vindt. De hond van de buurvrouw. Ja. Vindt hij dood omdat er een tuinvork in hem zit. Hij is vermoord met een tuinvork. En dat geeft dus als titel het curieuze incident van de hond die ik in de nacht vond, zeg maar. Dat is vrij afstandelijk. Ja. Voor de situatie. Nou, voor een hond met een tuinvork in zijn lijf is het best afstandelijk. Mensen zouden dat meestal anders omschrijven. En het is een hele... Kapotte hooivork. Kapotte hooivork, ja. De hooivork met bloed eraan. Nee, het is een heel bijzondere voorstelling. En ik heb echt wel aan het einde wel echt flinke tranen gelaten. Waarom? En dat die jongen heeft het gewoon heel zwaar... omdat hij een bepaald karakter heeft. Snel overprikkeld raakt. Wat mensen ook snel bij autisme of Asperger. Dus een hele slimme jongen. Maar hij vindt alle mensen om hem heen heel erg verwarrend. Niet intuïtief. Neemt dingen heel letterlijk. Je voelt het gewoon weer, hè? En ja, absoluut. Ja, want ik zie het aan je. Want je bent echt... Hoe komt dat? Nou, het mooie is herken dat je... Herken jezelf er een beetje? Ja. Ik herken mezelf gelukkig niet... Nee. Nou, ik herken mezelf niet in het overprikkeld raken. Daar heb ik gelukkig niet last van. En ik vind het niet erg om aangeraakt te worden. En al dat soort aspecten. Nou, net was het... Nee, ja, nee, maar goed. Dat is de manier waarop. Hè. Nee, maar dat je ziet wat hij overwint. Dat is heel mooi. Dus hij gaat uitzoeken hoe dat zit met die hond. Want niemand geeft om die hond. Want ze denken, ja, het is gewoon een hond. En hij is juist de enige weirdo die de mensen niet begrijpt. Die gaat er achteraan. En hij overwint alle angsten die hij heeft. En ontdekt dan een soort enorm familiegeheim. En het, nou, wat ik zei, het komt echt allemaal bij elkaar.